Wat was nou de reden van dit openingsnummer? De reden was het ritme. Dat vond ik echt super mooi. Als je dit aan, dan kun je niet stil blijven zitten. Maar dat is toch zo? Je wil toch meebewegen? En dat was ook een beetje de boodschap van mij van vanavond. Dat ik dacht, iedereen denkt, die man die is alleen maar met bewegen bezig. En nou opeens weer muziek. Maar het leuke is dat die twee heel nauw aan elkaar verbonden zijn. Dus in de tijd die ik heb gekregen, dacht ik, ik laat zien wat bewegen en muziek met elkaar hebben in het brein. Lijkt dat een leuk idee? Ja! Leuk, want anders had ik helemaal niks meegenomen meer verder. Dus dat komt goed uit. Stevie Wonder dus, heel mooi. En de vraag is natuurlijk, wat gebeurt er nou als u naar dat ritme luistert van zo'n prachtig iets als bij Stevie Wonder? En ik kan er een beetje bij komen. Kijk, het leuke is, het oor, dat snapt u ook wel, dat zit aan de zijkant van uw hoofd. En het zit precies op de hoogte van uw auditieve schors. Dus waar u mee hoort. Toch is het zo, een beetje open deur misschien, maar die klanken komen niet daar als eerste binnen. Die gaan namelijk via uw hersenstam. Dus hier ziet u, ik ga een beetje bij, want ik wil het graag aanwijzen. Kunt u het daar vandaan ook zien als ik het hier aanwijs? Dit zijn de kleine hersenen en dit is uw hersenstam. Dit is de pons. En in dit gebied liggen ontzettend veel hersenzenuwkernen. En het aardige is, dus die klanken die komen niet meteen binnen in uw brein, maar eerst, ja, dit is een onderdeel, hè, maar eerst in die hersenstam. En het leuke is, er liggen drie, liggen er meer, maar drie kernen die direct iets te maken hebben met uw motoriek. Eén daarvan, ja, ik moet een kleine ontboezeming doen, maar als ik ergens kom waar muziek aan staat en mensen vragen mij, Erik, nodig me uit, dans mee. Hè? Nou, vroeger deed je dat een beetje zo van achteren naar zo erin. Of u dat herkent, herkent u dat nog, dat je een beetje... Het is al geweest weer, het is niet meer. Dus je gaat er nu gewoon zo in. Maar dan merk ik gewoon dat ik met mijn gezicht begin te trekken. Ik ga dus echt zo een beetje interessant kijken. Een beetje. Wie herkent dat? Ik moet even hands up zien, vind ik leuk. Want dan ben ik de enige misschien. Ik kan het niet, ik erger me. Ik denk, doe normaal. Maar... Dat is de nervus facialis, die ligt hier, gewoon op dit gebied. Dat is nummer 7. Die wordt gewoon aangetikt door die klanken die je hoort, door dat ritme vooral. Dus ik kan er ook niks aan doen. Die nervus facialis is nou voor mijn mimische musculatuur. Dus mijn gezicht gaat automatisch mee. Nou, dan is er nog een andere kern die er ligt. Dat is de accessorius, nummer 11. En die zorgt ervoor dat u uw hoofd en nek kunt bewegen. Nou, wat zie je bijvoorbeeld bij de Voice? Ik was laatst samen met Angela Groothuizen ergens te pas. En toen zei ik ook, Angela, jij... Ik zie altijd, als jij in die voorjury, dan begint dat nummer en dan gaat het hoofd, rolt er bijna vanaf. Herkent u het een beetje? Herkent u het? Accessories. Ook brainstem, ook hersenstam. Dus je gaat gewoon vanzelf wel met dat hoofd mee, of je wil of niet. En dan is er nog eentje, en dat is die hier ligt. En dat is nummer 8. En die zorgt voor een mooie verbinding naar uw motorische schors. En ook naar uw benen en naar uw armen toe. Zal ik u laten zien. Dus hier... Dus als u hier vandaan kijkt, ik moet even terug, en u kijkt even naar banen die naar boven gaan vanuit de hersenstam, dan komt u uiteindelijk hieruit. Dit is frontaal, voorzijde, en u ziet hier 4, 6 en 8, dat zijn de motorische gebieden. En die banen gaan daarheen. En het leuke is dat vanuit die gebieden zijn er weer afdalende banen. U moet vooral even aangeven als ik onduidelijk ben, maar eerst stijgen ze op. En dan, als ze hier geactiveerd worden, dan zijn er grote afdalende baansystemen, zal ik u hier laten zien. Kijk, nog een keer die gebieden hier. U ziet hier de motoriek en overigens de sensoriek liggen heel dicht bij elkaar. Het aardige is dat die sensorische gebieden in het brein die u daar ziet, die blauwe gebieden, zijn ook echt beschreven bij muziek. En het ontvangen van muziek, zelfs de emotie van muziek, doet deze gebieden erg meedoen. Worden echt actief als u denkt aan de emotie van muziek. Nou, en dan uit deze gebieden vandaan zijn er weer afdalende banen. Prachtig om te zien. Kijk, ik zal het u zien. Dat is deze blauwe systeem. Die blauwe banen, dat zijn die banen die komen uit die motorische en sensorische gebieden. U moet even regelen, vindt u het helder? Dus hier vandaan, grote banen die naar beneden gaan en dat zijn die blauwe systemen. Dus u begrijpt wel, muziek, ritme, dat is gewoon motoriek. Het is gewoon hetzelfde. Het zijn diezelfde overlappende systemen die ons ertoe uitnodigen om te bewegen als je muziek hoort. Nou, dat vind ik gewoon echt superleuk om u dat nog eens te laten zien. Omdat natuurlijk muziek ook bij de revalidatie, bij allerlei neurodegeneratieve ziekten een grote rol kan spelen. En daar doen we ook graag onderzoek naar. Maar dat ziet u ook een beetje terug hier als u denkt, hoe werkt dat dan? Nou, dan ziet u, zo werkt dat en zo zou dat kunnen werken. Ik heb natuurlijk een beetje een greep gemaakt, maar vooral de greep die iets te maken heeft met muziek en motoriek. Hier ging het om, in deze studies ging het over het feit van, denkt u dat het uitmaakt in de hersenen? Of u luistert naar muziek die u kent,
of muziek waar u naar luistert die u niet kent? Wie van u denkt dat dat uitmaakt? In de hersenactiviteit. Oh ja. Ja. Dat maakt echt uit ook. En ik dacht dus, laat ik u een paar fragmenten horen. Moet het kort, hup. Als u weet wat het is, wat u hoort, roep het. Dat vind ik leuk. Er zijn geen prijzen aan verbonden, maar toch is het leuk als u het even zegt. Wow, wat goed! Nou, dit is super bekend dus. Hè? Dus allemaal chic van Le Freak. Prachtig. Oké. Dit was perfect. Ik zal u direct laten zien wat er in uw brein gebeurt. Nou, deze. Ja, nee, ik ben heel benieuwd. Wie zei dat? Wauw! Ja, ik vind het applaus waard. Want het is echt zelden dat iemand dat weet. En hij oogt nog jong ook, hè? Maar ook leuk trouwens. Wie herkent het nu de... Luister even dan toch eens. Het wordt echt heel mooi ook. Looking for a reason not to leave. If you don't know. Even hands up, wie vindt het mooi? Ja, oké, jammer. Dag. En dan hebben we nog een derde. Wie herkent deze? En dan laat ik u zien hoe het zit in het brein. Something special. Unforgettable. 50 cents. Ja, roep maar. Het kan ook kwaad. Het zit hier, hè? Dat klopt. Het gaat ook om hier. Niemand. Weer beroemd iemand, maar maakt niet uit hoor. Maar niemand. Nou, ik weet ook niet, maar we gaan het even laten kijken. Kijk. 50 cents. Oké. Nou, het maakt er dus uit. Het is leuk, hè? U heeft een aantal dingen, wist u meteen. En u wist ook soms helemaal niks, hè? Dus dat maakt uit. En als u nou kijkt hier op deze, u bent al een beetje in het brein. Het gaat heel snel vanavond, maar goed. Ik denk de bovenste is het allerleukste. En dan ziet u dat hier wint dus de bekende muziek het van de onbekende. U weet, in de scans worden de dingen van elkaar afgetrokken. En in dit geval blijft er heel veel activiteit in uw brein over. Als u luistert naar bekend en u trekt het onbekende ervan af. Vindt u het helder als ik het zo zeg? En dan ziet u een aantal gebieden waar de activiteit echt prominent nog aanwezig is. Als u die twee hebt afgetrokken. En dat geldt dus met name voor bekende muziek. En hier ziet u onder andere de amygdala, de mandelkern. Nou, dat is ook best heel logisch, want die is bekend om zijn emotie. Overigens is hij ook heel gevoelig voor angst, maar hij kent ook positieve emotie. Dus u herkent het en u bent daardoor geëmotioneerd. Natuurlijk wel een mooi nummer, hè, of heeft er misschien romantische herinneringen aan, whatever. In ieder geval is dit logisch dat hij meedoet. De thalamus is een structuur diep in uw brein, waar langs alles gaat zo'n beetje... Zeker ook wat u hoort. Dus dat is ook logisch. Het putamen, kom ik nog op terug, maar dat putamen. Wie van u weet toevallig het putamen? Even altijd leuk als de collega's. Putamen. Van gehoord. Zit in uw brein? Ik geef help een beetje. Het putamen is een onderdeel van uw, echt supermooi, basale ganglia. En het is aangedaan, heel erg aangedaan, die basale kernen, bij de ziekte van Parkinson. En u weet, bij de ziekte van Parkinson kan muziek echt een enorm hulpmiddel zijn om weer tot lopen te komen of beter te lopen. Ik kom er straks nog even op terug, maar dat putamen onthoudt het. Dus het idee hier is, bied vooral muziek aan die de mensen kennen, want dan wordt dit gebied ook, gaat extra meedoen. Hier ziet u de accumbens. De accumbens is namelijk het gebied wat een onderdeel is van uw reward systeem, van uw beloningssysteem. De accumbens is het eigen gebied waar het gaat over craving. Alles waar u naar verlangt. Ik ga u niet de geneugde des daags opnoemen, dat weet u zelf ook wel. Maar als u denkt, nee, dit vind ik fantastisch. Accumbens. Dus heel logisch dat als u die muziek mooi vindt en u kent hem en u hoort hem weer, dat u denkt, ja. En u weet, muziek is verwachting, hè. En als de verwachting aan wordt voldaan, krijgt u elke keer die topbeloning in dat brein. Accumbens, vergeet u nooit meer, dat is heel mooi. En nu kom ik echt tot het hart van mijn kleine verhaal. Namelijk dat u ook ziet dat motorische gebieden die hier liggen, kom ik zo meteen nog even op terug, die doen ook mee. Het is opvallend dat die supplementaire motorische gebied, hier in de motorische area, dat die zo meedoet bij muziek wat u goed kent. Ik geef wat een beetje weg al, maar dat gebied, motorisch gebied, is toch beschreven in de literatuur als essentieel voor lange termijn geheugen van muziek. En u begrijpt wel, straks als het gaat over andere ziektebeelden, is dat wel essentieel om dit alvast te weten. Dus ik vraag aan u, hou alles vast of hou niks vast, maar wel
dit supplementair motorisch, u ziet, ik raak er opgewonden van dit supplementair motorisch gebied, hartstikke mooi. Dit is frontaal, nou, helemaal mooi. He, dus u ziet, bekende muziek wint het gewoon van onbekende muziek. Hier ziet u nog een keer dat putamen en die basale kernen. En daar kom ik nog even op terug zometeen. Hier ziet u het nog een keertje. Het putamen ligt hier aan de buitenkant, diep in uw brein. Eigenlijk gebieden die een rol spelen bij uw grove motoriek, zeg maar. Het feit dat u houding heeft, u heeft spierspanning, nou, dat soort zaken. Oké, we houden het vast. Ja, toen dacht ik ook, om u toch nog in die motoriek... Het is misschien ook leuk om even met elkaar te zingen. Wat vindt u? Ja, nee, sorry. Ik heb dus een bepaalde tijd gekregen, maar ik ga gewoon door tot u het heeft gedaan. Dus doet u mee, ja of nee? Heeft u er zin in? Laat ik het zo vragen. Oh, opeens het enthousiasme. Ik laat deze man even zitten omwille van de tijd. Een heel leuk verhaal over. Maar we doen het volgende. Ik start op met Guus Meeuwis. En daarna laat ik u zien wat er gebeurt in uw brein. Hè? Dus dat, u krijgt meteen een beloning. Want ik laat u ook zien wat zich voordoet. Bent u klaar voor? We doen Guus Meeuwis. Super bekend. Opeens stop ik ermee. En u neemt het over. Ja, u moet even over de drempel heen. Maar dat is de hele avond voor bedoeld. Dus daar gaan we. U mag wel meteen meeneuren als u niet kunt remmen. Dat begrijp ik best. Je moet even een warming-up hebben, hè? Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is 2:00 s'nachts. We liggen op bed in een hotel in een stad. Waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent. En niemand ons stoort op de vloer. Ligt een lege fles wijn. En kledingstukken. En kom nog, hè, u mag al meedoen hoor, geen vraag is maar. Een schemering, de radio zacht. En deze nacht heeft alles. Hij komt eraan nu, hè? Wat ik van voor heel Nederland, hè? Ga door. La 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 la. Ja, mooi. Ik hoor het klapje niet. Ja, verder. En nou komt hij. Ja. Oké, top, top, top. Helemaal goed, helemaal goed. Misschien even applaus voor uzelf, want het was echt helemaal mooi. Echt supermooi. Ik vind het gewoon te leuk dat u nog met mij een nacht wilt doorbrengen. Dus ik wacht even op dat moment altijd. Het komt bijna niet meer voor. Maar kijk eens hier. Waar bent u nu mee bezig geweest? Met heel veel. Laat ik één ding zeggen. Wie van u heeft gevoeld die wederzijdse liefde in de zaal? Even handen, wil ik even. Wie dacht, wat heb ik een geweldige buurvrouw. Mag ik even handen? Ja. Oxytocine, hè? Oxytocine. Ja, echt waar, prima. Nucleus paraventricularis van de hypothalamus zal u misschien de zorg zijn, maar u heeft oxytocine vrijgemaakt. En nou, u kunt er, ik ga er niet uitbreiden, maar in koor zingen zoals u hebt gedaan. Dat is gewoon top. Geweldig. Nou, even terug naar dit. Kijk, wat ook heeft meegedaan, want dan gaat het, ik moet een beetje de lijn vasthouden. Kijk eens, uw supplementair motorische gebied doet mee. Toen net hadden we het ook gezien, met het bekende versus onbekend. U moet even reageren, kent u nog, weet u nog? Ja? Nu ziet u het hier weer terug. En, dat vind ik echt zo ontzettend spannend, kijk. Ook weer het putamen, zit hier weer middenin. Het putamen, basale ganglia. Dus u ziet, er is... Een overlap, natuurlijk door mij gezocht ook een beetje, waarin die lijn erin blijft zitten, motorische gebieden en muziek, of je het nou zegt bekend, onbekend, ik laat u meezingen, je ziet uiteraard toch weer diezelfde gebieden, een paar anderen ook, hè, die daarin meedoen. Ja! Ach. Als je kijkt, al huil ik eigenlijk al, hè, dat is gewoon het punt. Hè. Nou heb ik met toenemende mate van mijn leeftijd, merk ik gewoon dat ik te snel ga huilen. Thuis roepen ze al, pa huilt weer. Hè. Als ik Robert en Brink zie, begin ik al, terwijl er nog nooit iets... Maar goed, we kunnen even een klein stukje horen. En dan laat ik u zien wat diepe emotie betekent in uw brein. Oké, ja, het is te erg om af te breken eigenlijk. Maar goed, ik kan het normaal laat ik het nog eens wegzakken een beetje. Dat kan nu niet. Wat gebeurt er als u
diep geëmotioneerd raakt. Veel. Dat vind ik natuurlijk echt de unieke kant van muziek, is die diepe emoties. En mensen zeggen wel eens, ah ja joh, als je kan ook naar het hockeyveld, hè, heb je het ook. Nee, want muziek is vertedering, verwondering, verbazing, nostalgie. Nostalgie. De associaties zijn fantastisch. Jij moet even, bent u mee eens of niet? Ja, het is geweldig mooi. Nou, wat zie je nou? Bijvoorbeeld een aantal gebieden, maar twee voor nu. Die kan je gewoon niet missen. Eén daarvan is de insula. Die ziet u hier. Zit aan de zijkant. Ja, dit is zo'n doorsnede, dus u ziet hem zo ook. Maar hij zit ook aan de zijkant van uw brein. Hier ziet u hem. Niet hier, maar goed. Als ik zo ga staan, ziet u hem wel. Dus als je de slaapkaf een beetje wegpelt, dan kom je op de insula uit. Insula, eiland. En die is ongelooflijk betrokken bij alle vormen van diepe emotie. Denk aan euforie, dus een piekervaring die u heeft. Diep verdriet ook. Diepe pijn ook. Het is natuurlijk een onderdeel van het netwerk, dus je kunt niet zeggen iets zit daar en daar. Hè? Maar de insula doet mee. Maar ook, kijkt u even mee. De supplementair motorische gebieden hierbovenin. En dit gebied hier wat er vlakbij ligt. Deze twee. Elke keer laat ik u zien dat ze betrokken zijn bij allerlei verschillende aspecten van die muziek. En waarom laat ik u dat dan zien? Omdat ik ook natuurlijk een grote liefde heb voor mensen die oud zijn en die een dementie ontwikkelen. Hier ziet u het brein van iemand die uiteraard overleden is, maar niet aan een dementie. Dat, ja, sommige mensen denken, kun je het er weer in terugzetten? Antwoord is nee. Hè? Dus... Het is een beetje mijn brein, dit. U ziet wel, er zitten al wat diepere groefjes in. En u, als ik u zo aankijk, heeft u allemaal heel supergladde breinen. Maar hier is het al een klein beetje atrofie, ietsje verschrompeld. Maar als ik u laat zien het brein van iemand die overleden is aan de ziekte van Alzheimer, dan ziet u dit brein. Dus dat weegt zo'n 400 gram minder. Dit is wel natuurlijk een extreme vorm. Maar als u kijkt naar die diepe atrofie, er is natuurlijk ook celverlies, veel neuronaal verlies. Maar ook atrofie. En u weet misschien, de atrofie betekent een verschrompeling van het neuron. Dus hij wordt kleiner, maar er zit nog wel een stofwisseling in. En daar doen wij ons hele leven eigenlijk onderzoek naar. Om te kijken of je nog iets kan doen aan, dat, aan die cel die dood is, krijg ik ook niet terug. Dan zou ik hier voor idioot staan. Maar wel iets kan doen aan die cel waar nog wat metabolisme in zit. En dan is niet het idee erachter, dan genees ik die ziekte mee. Nee, maar je wil wel kijken of je iets kan doen aan de gevolgen van die ziekte. En dat kan zijn angst, een verstoord slaap-waakritme, betere stemming dus, dat soort dingen. Superbelangrijk ook, ondanks het feit dat ik de ziekte er niet mee genees. Nou, u weet ook dat muziek een groot effect heeft. En dan kan ik een beetje afronden als ik kijk naar de voorzitter. Dat muziek een groot effect heeft bij mensen met een dementie. En de vraag is, nou, hoe kan dat? Nou, daarvoor heb ik het een beetje opgebouwd, dat verhaal, in natuurlijk een vogelvlucht. Hè. Maar kijk eens mee en ook, je zou zeggen, verwonder u ook mee. En het is toch wel fenomenaal. Ik heb u laten zien, hier, hoe ongelooflijk de hersenen achteruit gaan. Zowel in de schors als onder de schors. En dan is er een prachtige studie gedaan door Jacobsen, 2015. En die hebben dat bekeken bij de ziekte van Alzheimer. En hier ziet u, dit gebied, dat was nou steeds waar ik op wees, dat supplementair motorische gebied. U moet even reageren. Vindt u helder? Wat ik al die tijd aanwees, dat motorische gebied. En dan ziet u hier, het is een beetje op afstand, maar ik hoop dat u het daar kunt zien. Dan ziet u hier de atrofie in heel veel delen van de hersenen, behalve op dat supplementair motorische gebied. Moet dus kijken naar hypometabolisme, dus de stofwisseling enorm onderuit gegaan bij die ziekte, op allerlei gebieden in het brein, behalve in dat supplementair motorische gebied. En tenslotte ziet u de amyloïdburden, oftewel de eiwitplaks, de neerslag van eiwitten en dergelijke. U weet, een van de kenmerken van neuropathologie. En wat ziet u? Overal in dat brein is die neerslag, behalve in dat supplementair motorisch gebied en het gebied wat daarbij zit. Met andere woorden, en dat bleek uit de studie, dat gebied is heel vroeg in het leven al zeer actief, want het is een motorisch gebied. En dat doorstaat die ziekte. Want als u dan denkt aan die mensen in een gevorderd stadium van dementie, en u zet een koptelefoon op met muziek uit hun jeugd, dan heb je toch die goede momenten. En niet alleen dat, maar men herinnert zich vaak ook weer dingen uit die tijd. U moet nog eens kijken naar het filmpje van Henry, die Afro-Amerikaanse man op YouTube, die eigenlijk niks kan, en hij is een beetje te mompelen. En dan zetten ze die muziek op en dan, die man revived als het ware, die ontluikt weer gewoon. Nou, als u het terugziet,
En als het dan, ik weet, deelt u mijn gevoel een beetje, het is toch op zich wel. Daar kan je nachten wakker van liggen of zo. Vindt u dat ook of niet? Dat je denkt, zoveel gaat er achteruit. Maar dat gebied, zo essentieel voor muziek. Muziek is leven. Muziek blijft tot het eind van het leven. Nog altijd daar aanwezig. Nou, ik denk dat ik het daar eigenlijk wel bij wil laten. Hartelijk dank.